Sportpark De Lok in Tiel, waar TSC in het oranje en wit thuis speelt tegen de ploeg uit Veenendaal. GVVV slechts 27 kilometer verderop. En de eerste kans van de wedstrijd komt daar zo waar voor de thuisploeg. Maar het is Holder die de bal er niet in krijgt. En mede dankzij het verdedigende werk nog van GVVV en Wilco den Hartog. Aan de andere kant dan de voorzet. Die door Mulder wordt binnengeschoten. Prima! Met rechts vindt hij de verre hoek. En dan is het na 16 minuten 1-0 voor GVVV. Dat deze week al zo goed speelde in de beker. En Dordrecht eruit knikkerde, de Jupiler League ploeg. Nu Mulder en boosheid bij Gerry Vink. Die weer op de bank zit bij de thuisploeg. Hulsbos die ook inlevert. Dat is niet slim. En dan is hier Wimilio Vink. Vink! En dan Holder, die is toch vrij lang, komt wel lengte tekort om die bal uiteindelijk binnen te glijden. En dus blijven de Veenendalers op de 1-0 staan. Daar is hij weer. Holder was gevaarlijk. Maar gevaarlijk zijn en het ook nog kunnen afmaken, dat zijn twee verschillende dingen. En dat lukte Holder niet vanmiddag op de Lok. Dan is dit de sliding van Lahmoudzi. En betekent dat geel voor Lahmoudzi. En wat u niet wist is dat hij in de 60ste minuut zijn tweede gele kaart krijgt. Dat is nu. En dan mag hij vertrekken met twee keer geel en dus rood. Adnane als GVVV speelt met een man minder. Ajax is dit. En kijk naar de voorzet bij Simon Brouwer. Een heel jaar buitenspel vanwege een akelige knieblessure. En nu scoort hij weer eens voor de Veenendaalse ploeg. Nick Oosterlee met een man minder zijn ploeg. Gewoon komend op de 2-0 voorsprong. GVVV won al twee keer eerder. Speelde nog niet gelijk en verloor er twee. Dit is een overtreding van Bart Westerlaken. En ook dat wordt bestraft met geel. Dat is ook zijn tweede. En dus kan hij voortijdig ook de kleedkamer op gaan zoeken. En kan hij daar Lahmoudzi nog vinden. Aan de andere kant weer. De kans voor Koch die ingevallen is. Gaat die bal niet weg? Zitten we in blessuretijd? Wimilio Vink is de naam. En hij scoort de 1-2. En dat betekent dat de eretreffer gescoord is. Maar GVVV wint wel in Tiel van TSC.